Kijk nu eens naar jezelf. Grote kans dat je dit filmpje aan het bekijken bent van een tablet of een laptop. Je bent dus nu al getuige van de opmars van internetvideo. Zoals YouTube, uitzending gemist en video on demand, zoals we dat gewend zijn bij Netflix. Het grote verschil tussen video en andere soorten bestanden is dat video veel meer data verbruikt. En zeker als je het ook nog eens een hoge beeldkwaliteit wilt kunnen afspelen. Je kunt dus al raden wat dit gaat betekenen voor de infrastructuur van ons huis. Laat me zo zeggen, online reviews staan nu al boordevol met klachten over dat videofilms niet gestreamd kan worden over het huidige wifi-netwerk. Analisten verwachten dat een gemiddeld consument in 2020 beschikt over 6 apparaten die continu verbonden moeten zijn met het internet. Dat betekent dat een gemiddeld gezin al gauw 20 apparaten heeft die moeten kunnen communiceren met dat ene thuisnetwerk. Laat me zo zeggen, in de nabije toekomst is een huis dat een stabiel en een goede infrastructuur heeft echt een must-have om in te wonen. En daar kan je natuurlijk het best beginnen in de bouw of verbouw van je eigen woning.